Vorig seizoen kwam Derek Boerichter nog met RKC op bezoek in de Amsterdam Arena. Niet voor de competitie, want de Waalwijkers speelden in de Jupiler League, maar voor de KNVB-beker. De Waalwijkers reikten, mede dankzij Derek Boerichter, tot de halve finale. En ondanks verwoede pogingen van Boerichter zelf, schakelde Ajax RKC uit. En ook in de competitie heeft Ajax de absolute overhand. 20 keer eerder stonden beide clubs tegenover elkaar in Waalwijk. 12 keer won Ajax, 7 keer werd het gelijk en slechts 1 keer won RKC. Dat was in het seizoen 88-89. Het seizoen daarop won Ajax wel met 3-0. Dankzij doelpunten van Fink, Van het Schip en Wouters. Fink, Pettersson. Goed losgekomen. En de goal van Vink. Verdienste van Vink, maar ook van Pettersson. Die als enige bij Ajax steeds in beweging was. En wiens kaatsen nu succes heeft. Goed doorgelopen natuurlijk Vink. En Ajax leidt na 33 minuten. Pettersson. Brengt weer Van Schip in stelling. En nu faalt Van het Schip niet en leidt Ajax met 2-0. 16,5 minuut gespeeld. En Beenhakker en Koon zien de wedstrijd in de tas nadat Ajax 2 voorgaande kansen had gemist. Eerst Ronald de Boer en toen Pettersson. De doorgelopen Van het Schip uit de positie ongeveer van waaruit hij net niet scoorde. Nu wel 0-2. Zakelijk en met treffers zoals die van Wouters hier, waar weer Pettersson aan de basis lag. Zo doet hij dat en zo brengt hij Wouters in stelling, die door de benen van Thewe na 26 minuten 0-3 op het bord brengt. De laatste keer dat Ajax in de Eredivisie tegen RKC speelde was in het voorjaar van 2010. Ajax streed toen nog om de landstitel, RKC vocht tegen de Datie. RKC degradeerde uiteindelijk ook, Ajax werd geen kampioen, maar het won die dag wel eenvoudig. Suarez, hard, nu wel, De Jong, Ajax op voorsprong. Voelt nog wat aan de keel, maar heeft die bal er wel degelijk in zitten, Boerichter. Ajax probeert RKC ver bij Stekelenburg vandaan te houden. Pantelic moet meeverdedigen, bal vliegt erin. Het staat 1-1 in Waalwijk. Wat een belabberde manier van verdedigen van Ajax. De vrije trap van Boerichter. Berger schapt de bal met het hoofd. Pantelic gaat er vervolgens onderdoor. Suarez mag door, leek een overtreding te maken. Suarez met 1-2 heeft hij hem toch te pakken. Dat is nummer 28 van deze competitie. Eno weggestuurd door Eriksen. De voorzet is uitstekend en die bal wordt in eigen doel gelopen. Terwijl de geen Ajax ziet in de beurt is. Wat een treurigheid. Suarez. En dat is nummer 29. De opening gevonden door De Jong, de bal in één keer. En Rombedaal sneller dan Mettai. Rombedaal nu zelf, dat is een hele mooie. En zo dreigt dit voor RKC nog uit te draaien op een enorme nederlaag.